Yes, we zijn er live, mensen. Cool. Oké, het is woensdag, dus de laatste dag dat ik in Nederland een workout doe. Morgen, overmorgen is het in Engels. Ook om iedereen de kans te geven om mee te kunnen doen. Yes. En ik vind het zelf ook leuk om Engels te praten, ook om mij lekker te oefenen. Dan gaan we een paar van mijn favoriete workouts doen. Dus de les gaat lekker gevarieerd worden. En welkom, welkom. Als je op kant bent, heb veel plezier daar. En doe vooral mee wanneer het jou uitkomt. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt om het via YouTube te volgen. Hey, Stijf! Nou, wat leuk! Wat helemaal leuk! Cool! Nou, ik ben net aan het vragen. Oh, nog maar mensen. Ik ben net aan het vragen wat jullie ervan vinden om het via YouTube te doen. Dus let me know. Ik vind het zelf ook leuk om het uit te proberen. Het is ook een heel ander beeld. Het oogt anders. Oh, wat leuk! Oh, leuk! Nou, ik geef constant helemaal gelijk hoor, Steve. Oh, leuk. Lekker aan het zwemmen. Nice. Doe de groetjes. Jules, hey, goedemorgen! Nou, volgens mij zijn jullie een beetje aangewend al inmiddels, hè? Huh? Ja, wat leuk, wat leuk. En je ziet dus meer beeld, dus je hebt wat meer zicht op de omgeving. Vind ik ook altijd wel leuk. Nou, morning guys. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Ik zei het al, we gaan een paar van mijn eigen favorieten erin gooien. Ja, ik zou zeggen, ga je bal pakken, de mat. En nou, je kent het wel. Ik vond de mensen die ik nu zie, die kennen het hartstikke goed. Leuk dat jullie zijn. En let's go. Ik ga er lekker dichtbij. Top. Top, top, top. Alright mensen, zijn jullie er klaar voor? Alright, we gaan beginnen met de squats. Alright. Spreid je tenen liefst opzetten, neer, knieën liefst gebogen, schouders lekker laag. Inademend, rek je uit, uitademend ga je meteen naar de squat. Kijk wat met de knieën gaat, gewicht naar achter. Inademend, ja, we gaan meteen in de squat. Rek je ondertussen uit. En oh ja, yeah, jullie hebben een balkon, hè? Ja, geweldig. Voor de mensen die kijken, ik weet dat jullie een balkon hebben. En dat het hartstikke goed is om dat lekker daarop te doen. Want dan heb je lekker de frisse lucht. En wellicht wat fijne temperatuur dan wanneer je binnen bent. En het misschien warm is. Mijn huis blijft gelukkig wat koeler. Maar hou er rekening mee, want we hebben... echt zomerdagen voor de boeg. Eigenlijk is het al bezig. Dus hou jezelf goed gehydrateerd. Lekker water drinken. Laatste twee. Blijf goed doorademen. Laatste. Hou even vast. Hou vast wel vast. Diep in, diep uit. Zijwaarts. Terug. Op. Terug. Laat die bovenbenen werken. Yes. Diagonaal. Terug. Diagonaal. Yes. En beweeg je armen naar achter. Want zo strek je meteen je schouders nog meer. De voorkant ervan. En omdat je het asymmetrisch doet... is het ook nog eens fijner voor je middenrug. Op. Neer. Inademend. Uitademend. Laatste keer van deze kant. Laatste keer van deze kant. Terug. Handen voor je borstgebied. 3 seconden. 2 seconden. 1 seconde. Dus omhoog. Yes, yes, yes. Schud even los.
Ja, pittig, hè, jongens? Het zal lekker warm worden. Kijk, goed. Oké. En hieruit. Sta je wat wijder. Kom eerst in de squat. Je handen op de knieën en je draait je bovenlijf naar links, waardoor je rechter schouder naar voren wijst. Kom terug naar het midden. Je draait je bovenlijf naar de andere kant. Uitademen. Inhoud midden. Uitademen de andere kant. Inhoud midden. Uit de andere kant. Oké, okay, doe dat op mate. Dus niet te ver, niet geforceerd. Begin altijd langzaam en rustig. En dan voel je vanzelf wat wel en niet gaat. Schouders laag. Laatste keer voor deze kant. Laatste keer voor de andere kant. Handen voor je borstgebied. Hou vol. Je pulst. Puls, puls, puls. Blijf je voet in de mat duwen. Blijf in de mat duwen. Diep inademen. Uit. In. Uit. Hou vol. Laatste 3 seconden. Laatste 2 seconden. Laatste seconde. Kom maar toch te gaan op. Yes. Moeten we elkaar. Schud en hoog. Nou, als je daar niet wakker van wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Oké. Okay. We gaan lekker overal naar beneden. Maak de rug lekker los en uitgestrekt. Dus maak jezelf lang. Je kin is in. Schouders laag. Knieën wat gebogen. Navel in. Ribben in. En til jezelf omhoog op. Blijf naar je ribben ademen. En schouders laag. Rol af naar beneden. Diep uitademend. Ik hoef mijn handen niet eens grond aan te raken. Mijn voeten, mijn benen, mijn billen. Die zijn zo gewend nu om mezelf bovenlijf weer omhoog te brengen. Werk daar ook naartoe. Billen naar aanspannen. Aanspannen, benen aanspannen. Naar elkaar toe duwen. Naar elkaar toe. Voel dat daar heel veel kracht uit te halen is. Yes. Uitademend. Ondertussen ben je heel actief je hamstrings aan het rekken. Juist door ze aan te spannen. Je rug is bol, schouderbladen van elkaar af. Ook daar haal je dus kracht vandaan. Zie het als een, je spieren als een soort elastiekje. Die kunnen echt uitgerekt worden en dan houden ze dus iets vast. Ja, dat kunnen ze dus niet als ze in een verkort blijven. Dus het actief strekken van je spieren maakt ze sterker en sterker. De laatste 2 keer. Knieën is niet gebogen. Ik zeg het vooral voor de lenige mensen onder ons die de neiging hebben om gewrichten te overstrekken. Yes. Ik ben het ook. Maar ja, niet meer. Ik was als in. Ik let er zo erg op dat ik me niet meer overstrek. En van hieruit, je voeten dus in een mat. Halverwege op met de rechterrug. Billen naar elkaar toe, benen naar elkaar toe. Kom uitademen terug. Inademen toe. Benen naar elkaar toe. Uitademen terug. Inademen halverwege op. Dus dit keer een rechterrug. Voel wat je daarvoor moet doen met je middenrug. Kom terug naar beneden. Billen sterk, benen sterk. Billen sterk, benen sterk. Lange rug, lange nek. Laatste. Haal het uit je benen en je billen. Handen op de mat. Maak de rug nog eens helemaal bol. Diep inademend. Super. Dan loop je naar voren en dan ga je op handen en knieën verder. Tweeën wat guld. Of handplat, spreid je vingers plat in de mat. Schouders laag naar achter
En breng die schouderbladen naar beneden. Hou jezelf daar. Hou je schouders sterk. Handen in de mat. Je knokkels in de mat. Maar dan de onderkant van. Maak een bolle rug. Uitademend. Inademend terug. Uitademend. Merk op wat je schouders willen doen. Nu willen mij naar voren. Hou ze naar achter. Van je oor af. Alleen daar begint het ook al mee. Met je core. Dus alles zit ook aan elkaar vast, hè? Qua spieren en weefsels. Yes, en hou jezelf hier vast bij de bolle rug. Die sterk is, navel in de ribben in schouders laag. Je rechterbeen strek je uit. We gaan aantikken. 4 keer per kant. Rechter knie, rechter oksel slash elleboog. Inname terug. Linkerkant. Terug. Midden. En dat is 1 rondje. Doen we 4 keer. Dus oksel. Inname terug. Andere kant. Inname terug. Midden. En terug. Derde rondje. Tik zo hoog mogelijk aan. Je houdt je rug bol. Andere kant. Midden. Laatste. Rechts. Inhoud terug. Ik draai de kant op mijn mensje bovenlijf. Zodat je de andere arm kan pakken. Midden. Yes. Hou je been daar. Hou hem daar, hou hem daar. En dan ga je cirkels maken. Terwijl je je rug bol houdt. Je billen sterk. Je schouders laag. Je ellebogen gebogen. Binnen sterk, binnen sterk. Rondje, rondje, rondje. Op zo warm, jongens. Echt. Ja, dat is disco als je meedoet. Andere kant. Wel leuk, disco, want je gaat er heel veel van hebben. Nu al helemaal energized, jullie? Laatste 3 seconden. 2 seconden. 1 seconde, zet neer, schud lekker los, benen, billen. Kom even op neer, zodat je de polsen mee kan pakken. Oei, oei. En jongens, dan meteen einde kan je even ook in de chat nog wat aangeven, vraag stellen. Gewoon even zeggen wat je vond. Altijd leuk. Yes. Andere kant. Ik dacht, ik doe dit leuke shirt aan. Er staat Cat World. Cats World Domination. Vond je zo mooi? Ik kreeg hem heel toepasselijk. Voor katten. Maak je rug weer bol. Meteen matgekruld. Schouders van je oor af. Navel in, rib in. Linkerbeen. Strek uit. Billen hou je sterk. Terug naar die bolle rug. Tik aan. Uitademend. Terug. Andere kant. Draai mee met je bovenlijf. Terug. Midden. Tik aan. En weer terug. Maak je steeds jezelf breder neer als je wankelt. Hou je billen sterk. Uitademend. Inademend. Andere kant. Inademend. Midden. En terug. Derde rondje. Zo hoog mogelijk. Maak dat bolletje van jezelf. Andere elleboog. Midden. Huidig bol, schouders laag. Laatste. Tik aan. Inademend. Tik aan. En weer terug. Inademend. Midden. Super. Hou je been daar in de lucht. Hou in de lucht. Terug naar de bolle kant. En ga je cirkels maken. Laat door aan. Binnen sterk schouders laag. Elke keer ga je weer terug. Ben ik mezelf nog aan het ondersteunen? Kunnen mijn gewrichten optimaal functioneren nu? Zonder dat ze ook gestrekt zijn. Want dan kunnen die spieren automatisch ook minder goed functioneren. Schouders laag. Draai de andere kant op. Hou vol. Blijf doorademen. Heel goed, heel goed. Laatste 3 seconden. 2 seconden.
1 seconde, blijf je been uitstrekken en kom eens op terug. Ja, schud los. Kom weer terug op die knieën. Oké. Ja, jongens, het is zomer en we zijn hard aan het werk. Wauwie. Blijf veel water drinken. Schud even los, je schouders los. Right, next one. Met de bal of zonder bal? We gaan naar de zijkanten. Die hebben nu al een paar dagen wat minder meegepakt. Maar net zo belangrijk. Je gaat op je rechterzij liggen. Ik vind het fijn om mezelf te ondersteunen met mijn hand. Je kan ook op je elleboog liggen. De bal tussen de enkels. En leg jezelf in een rechte lijn neer. Dus check eerst en kijk ook of dat zo is. Bal op je vast en je kan je voeten pointen. Flexen kan ook als je merkt dat je kramp hebt. Dus tenen naar je neus. Of merk dat dat begint te komen. Andere hand steunen en jij maakt jezelf lang. Maak je nek lang. Ga niet als een bolletje in elkaar. Juist, schouders van je oor af. Lange bovenlijf, lange benen, sterke billen. In uit. Beide benen op. En weer terug. Op. Terug. Ondertussen, ik hou vanzelf haar bovenlijf ook een beetje mee op, want die wil gewoon meehelpen. Het gaat vanuit je benen, flanken, billen. Juist, hou die ruimte hier ook vooral. Hè? Op, neer, op, neer. Inademend, uitademend, inademend, uit. Het kan zijn dat je knapjes voelt of hoort in je heup. Dat is niks ergs. Dat is simpelweg een peesje wat over een heupknobbeltje heen glijdt. Laatste twee. Laatste. Yes. Lekker bezig. Beide enkels op de bal. Yes. Neer uit. Breng je bovenbeen op. Leg je voet. Draai je voet uit en laat verzakken. Inademen. Lang voet op. Flex. Draai uit. Je houdt het uitdraaien. Probeer je er nu in te houden. Zodat je alleen nog maar point, inademend op, flex, uitademend terug. Schouders laag, nog steeds je bovenlijf. Lang uitgerekt houden. Merk op wat dat doet. Het heeft heel veel effect op de houding, op hoe het gaat. Hoe langer jij je uitrekt, hoe makkelijker het gaat om dat je spieren vanzelf aangespannen worden. Inademend op, uit terug. Laatste drie. Laatste twee. Hou die schouders laag. Laatste. Ja, de benen in de lucht. Ja, gaan we weer. Piramide, jongens. Tik vooraan. Terug. En dit is dus al meteen een moeilijke variant dan de originele. Want daarbij heb je geen bal en ligt je onderste been gewoon lekker gebogen. Nu dus niet. Dus ik ben je lekker aan het uitdagen vandaag. Dit is intermediate stuff, people. Dus als je merkt dat je heel aan het wankelen bent en het allemaal uit andere delen haalt, schouders en dan uit de benenbillen flanken, leg die bal even weg en begin rustiger aan. Het gaat om je techniek. Het gaat erom dat je juist je spieren, je lijf en daarmee ook je mind heel bewust leert aanspannen op die manier waarop je spieren bedoeld zijn. Laatste twee. Laatste. Yes. Lekker bezig. Oh. Like me. Breng hem even naar je toe. Want we rollen naar de buik toe. Yes. Van hieruit. Nee, die bal had ik nog niet nodig, maar hij moet wel hier alvast liggen voor je. Armen zijwaarts of naar achter, mag ook naar voren, wat je fijn vindt. We gaan onszelf omhoog brengen. Lange rechte lijn, binnen sterk, naar elkaar toe, benen sterk, van je afduwen. Bovenlijf lang, schouders laag. Inademend, kom je op met je benen en je bovenlijf. Uitademend terug. Hou je nek lang, hè?
Kind op de, nee, niet kind op de borst, maar hou wel lengte. Dus kijk naar de mat. Inademend. En je hoeft je benen echt niet dicht bij elkaar te houden. Op. Neer. Inademend. Uitademend. Schouders laag. Op. Neer. Lekker bezig mensen. Houd de binnen sterk, want die supporten je rug. Laatste drie. Yes, yes. Lekker bezig. Allerlaatste. Kom eens terug. Handen op elkaar, voorhoofd erop. Of niet, wat je vaak niet. En schud die benen even los. Yes, next one. Leg jezelf weer in die rechte lijn, hier je handen naar achter. Maak je billen sterk, maak je benen sterk. Kom maar omhoog met je bovenlijf, je benen, hou jezelf daar. Binnen sterk, schouders laag. Dan ga je je benen heen en weer bewegen. Gewoon zijwaarts heen en weer. Hou die billen sterk, hou die billen sterk. Je nek blijft lang, kijk naar de mat. Voel dat je daar de ruimte kan houden. En blijf doorademen naar de ribben toe, zodat je core actief kan blijven. Heen en weer, heen en weer. Als je bovenlijf, hou je het recht op. Blijf doorademen. En zodra je merkt dat je even die pauze nodig hebt, of het wat langzamer wil doen, zodat je de controle kan houden, doe dat. Laatste 3 seconden. 2 seconden. 1 seconde. Kom rustig terug. Lekker bezig. Schud even los. Je handen zet je nu tegen je ribben aan. Je ellebogen naar elkaar toe en je schouders laag. Krul je tenen in de mat. Doe jezelf of meteen aan de plank. I dare you. Of op je knieën en dan aan de plank. Yes. Plank, plank, plank. Ga meteen naar de plank. Dus ellebogen wat meer naar elkaar toe. Klauw die vingers in de mat. Ik beweeg pas heen en weer op mijn tenen naar voren achter, zodat ik goed kan voelen of ik nog recht sta. Zodra ik merk dat ik een beetje omhoog ga met de billen, ga ik naar voren met mijn gewicht. Schouders hou je laag, je ellebogen gebogen. Blijf doorademen. Blijf ademen. Door. Door, door, door. Laatste 3. Laatste 2. Laatste. Super jongens. Yes. Knie op de mat. Ik kom geschreven omhoog. Polsen. Wat zeg jongens? Meiden, jongens, iedereen, kijkers. Vroege foto's. Oh, baby. Yes, yes, yes. Neem je waterfles tussendoor, if you need one. Strek je arm even op. Laatste zakken. En dan gaan we naar de andere zijkant. De bal heb je er ook weer bij. Want dan ben je weer tussen de enkels. Leg jezelf er neer in die rechte lijn. Kijk ook eens eerst of je recht ligt. Recht ligt. Steun of lig op die ellebogen. Andere hand steunt. Gewoon voor je. Schouders laag, je upper body. Bovenlijf hou je lang. Schouders laag, je nek is lang. Span je beenspieren, bilspieren aan door je helemaal lang uit te rekken. Benen van je af. Lang, lang, lang. Van hieruit. Inademend. Uitademend. Op. Neer. Op, neer, in, uit. Hou de strekking in je benen. Maak je zo lang mogelijk en dan hou je de hele tijd in. Super. Yes, super. Op, neer, inademend. En check bij jezelf of je recht blijft liggen. Door je benen lang, lang, lang uit te strekken. Schouders laag. Ja, voilà. Laatste 3, 2,
Hou vol. En. Yes. Leg de bal neer bij de enkels erbovenop. Kijk weer of je nog steeds recht ligt. Voeten lang. Pointen. Inademend. Flex je voet. Draai je voet uit. Zie wat er gebeurt. Meteen wijs nu naar voren. En nu richting het plafond. Laat je benen zakken. Lang voet op. Flex. Met uitgeruid been blijf je zo die oefening herhalen. Schouders laag. Bovenlijf lang. Het kan zijn dat je het wat in je flank voelt omdat we deze lang niet gedaan hebben. Leer dat verschil ook kennen tussen weer even wennen van de spieren of wanneer je iets geforceerd doet. Je gaat het op een gegeven moment veel duidelijker herkennen ook, dus no worries. Dat is het fijne en leuke ook van herhalen. Niet precies hetzelfde, maar wel dat je terug laat komen op andere volgordes. Houd je lijf dus alert. Dat doe ik op die manier. Veel variatie. Laatste drie. Twee. Hou je been uitgestrekt. Laatste. Ja. Kom eens terug. Nee, niet. Oh nee, ja. Hoe even pauze. We doen zo de piramide. Even op aankomen. Ja. Ready? Piramide. Houd het been weer terug in de lucht. Tik vooraan. Op. Achter. Yes. Op. Voor. Hou jezelf in de rechte lijn. Tik achter je aan. Strek je lijn uit. Je hoeft echt niks aan jezelf te bewijzen. Hè? Ga niet forceren. Ga niet meteen al zoveel en lang mogelijk als je kan. Doe het relaxed. Tempo is ook gewoon relaxed. Tijd om te voelen en hoe je, wat je, waar je dat nou aanspant. Laatste twee. Schouders laag. Dus ja, omdat je zo goed opmerkt wat er wel en niet goed werkt, heb je ook lekker de tijd om dat aan te passen. Kom rustig terug. Tap even, schud los. Yes. Ja, dus rol je door naar je rug toe. Nice. Knie in de lucht en je beide voeten gestrekt in. Of je benen gestrekt in de lucht. Wend even aan die rek. Je gaat nu je staartbeen in de mat laten zakken van je af. Middenrug in de mat, schouders in de mat, lange nek. Breng je rechterbeen naar je toe en links van je af. Midden, wissel van kant. Kom terug. Wissel. Terug. Dus één been naar je toe, andere been van je af. Merk hierbij dat je rug terug van de mat af wil, ook al probeer je terug te duwen. Dan maak je dus een driehoek van je handen en dan leg je onder je staartbeen, zodat je rug makkelijker in de mat ligt. En je schouders dus laag blijven, ellebogen uit elkaar. Ga ze door. Wil je het wat actiever? Dan kom je over met je bovenlijf. Blijf je doorgaan. Kin op de borst. Ene been. Andere been. Yes. Merk je dat het goed gaat met je rug? Dan kan je je ene scheenbeen vastpakken. Andere been. Ene been. Andere been. Ik heb je nu eigenlijk drie opties laten zien. Van beginner naar intermediate. Naar nog meer intermediate. Bovenlijf omhoog. Dit is uiteraard de lastigere. Laatste drie per setje. Laatste twee per setje. Laatste. Lekker bezig. Kom rustig terug. En maak even fijn rolbewegingen over je rug heen.
Ja, één kant, andere kant. Nou, wat een kraakgezin hier. Zo, oké. Dan eindigen we met eentje die ik zelf heel chill vind. Dat is de benen naar achter zwaaien en rustig terugrollen. Hij is intensief en best wel, kan best wel beginnen zwaar zijn, want je gaat echt het onderste deel vooral pakken. Je hebt je handen op de mat, duw je zachtjes in de mat, schouders laag, je kin is echt in. En wat je gaat doen is je benen dus naar je toe zwaaien en je probeert je bekken van de mat af te krijgen. In het begin kan je dus ook doen dat je hebt dat hupje en alsof je je voeten schuin voor je richting het plafond wil duwen. Rennen. Houd tempo laag en wen eens aan die beweging. Dus in het begin is het een. Begin zelfs is dit het hupje. Op en neer. Op en neer. Die kan al intens genoeg zijn. Dus je begint lekker rustig aan. Een hupje. Op en neer. Ook denk je, nee, dit is onmogelijk. Dat denken we allemaal aan het begin. Op een gegeven moment ga je hem doorkrijgen. Je gaat die diepe dorsbuikspier gaan snappen. Die wordt meer en meer geactiveerd. Zo, uiteindelijk ga je die zwaai wat groter en groter kunnen maken. Dus wat ik nu doe, hoef je echt niet te doen meteen in het begin. Juist niet. Bouw het rustig op. En uiteindelijk, ik weet dat er ook mensen kijken die hier al jaren en jaren mee doen. Zwaai je benen naar achter toe. Flex je voet. En rol jezelf rustig aan terug naar beneden. Lange armen. Yes. Kom weer terug omhoog. Op die schouderbladen daartussen. Rol jezelf terug naar beneden. Dit is even dus de advanced versie van waar we nu mee eindigen. Deze les. Dus terug. Huidige controle uiteindelijk. Ik blijf dus omhoog kijken. Schouders in de mat. Handen in de mat. Als je dit nu al meteen gaat doen, dan heb je sowieso morgen onwijs veel spierpijn, mogelijk ook nekpijn. Dus relax. Relax. In ieder geval, hè, als dit de eerste keer is dat je deze oefening doet. Het scheelt dat warm weer is, dus je spieren zijn sneller warm. Laatste twee. Want ik leun nu op het deel tussen mijn schouderbladen. Heel belangrijk, zodat je nek ook verder niet onder druk komt. En kom rustig terug. Pak je beide voeten vast, je knieën uit elkaar. Happy baby pose. Omdat hij zo happy is. Je kan lekker heen en weer rollen. Je kan hier blijven. Je kan ook de benen in de lucht brengen. Misschien zelfs even omhoog. Je vijf benen. Yes, yes, yes. Oké. Dus speel ook met deze laatste houding. Ik probeer het nog steeds hierbij ook je rug in de mat te houden. Misschien voel je een fijne rek bij je schouders, omdat je je voeten vast hebt. Die wat aan die schouders trekken. Oké, nog een diepe ademhaling. En dan breng je de knieën weer in de lucht. Je voeten over de knieën. Je handen bij je kuiten. Kom omhoog met je bovenlijf. Balletje, a rolling like ball. Gaat je onderbenen naar je toe zwaaien van je af. En je blijft tussen dat deel van je schouderbladen. Tot daar rol je. En rol. Rollen. En rol. Dus haal die rol zachtjes en klein. Ik maak hem zo bol en rond mogelijk. Kin op de borst. En dan heb je nog maar een heel klein stukje beweging nodig. Om die beweging, die bal rond te maken. Binnensterk. Echt door je benen vast te houden ga je merken. Dat je vanzelf een bolletje wordt maakt. Yes, yes, yes.
Zo, masseer ook meteen onderrug. Laatste twee keer. Laatste keer. Kom dus, ga omhoog. Lekker bezig, mensen. Woehoe. Nou, yoga komt zo meteen. Ik ga even de leuke mensen in de chat even hoi, hoi, hoi. Ah. Ja, Jill, helemaal goed. Ja, ja, ja. Je hebt een leuke kaars staan. Toppie. Cooling down. Nice. Ja, ik weet dat sommigen moeten werken. Dus doe vooral je ding. Ga lekker werken. Ga je ding doen. Je kan even altijd terugkijken. Herhalen. En zo je favoriete series eruit pakken. Dat is maar net waar jij behoefte aan hebt. Ik blijf nog even plakken voor 10 minuutjes yoga. Voel je welkom. Voor alle andere mensen, heb een super fijne, chille dag. Neem deze energie lekker mee. Ik zie je morgen. Zelfde tijdstip, zelfde plek, maar dan in Engels. En thanks for watching. Liken, geef een comment als je nog wat deze bedenkt over wat je morgen wil zien. Be my guest. En dan, ja, see you later. Alright. For everyone else. Ja, ga lekker zitten. Dit keer je voet zo dichter aan. En hierbij, ik ga juist niet veren, mensen. Ik zelf persoonlijk ben daar geen fan van. Want je spieren, die snappen niet wat je nou wilt. Wil je kort, wil je lang? Wil je wat moet doen, wat moet doen? Dus laat de zwaartekracht het werk doen. Die zal vanzelf een rek op je liezen geven. Alright. Ondertussen kan je wel, als je dan toch zo zit, leuk te maken omhoog met je rug. Kruin naar het plafond, kin wat in. Schouders laag en ontspannen. En je kan jezelf altijd aanpassen. Hè? Toen ik begon met yoga, ik keek heel veel mee met mijn moeder. Die me yoga les gaf, of ik ging met haar mee. En dan dacht ik, oh god, nu moet je in deze houding stil blijven zitten. Wat de hel, maar ah, hier doet het net een beetje pijn. Ik zit eigenlijk net niet lekker. Wat? Illusie natuurlijk. Verplaats jezelf. Anytime you want. Oké, okay? Het gaat hier om dat het voor jouw lijf fijn zit. En juist dat verplaatsen zorgt ervoor dat je lijf beter leert kennen. En dat je er dus daadwerkelijk naar luistert. Wil je meer ruimte in je heup? Pak je partijbenen aan de bovenkant vast en draai die naar binnen toe. Ja, anatomische kennis, hè? Zo krijg je wat meer ruimte in je heup. Dat is een raar bot, hoor. Dat is gewicht. Kopkom, nou ja. Zit er in een soort schuin hoek in. Anyways, van hieruit, met die lange nek, kan je dus, terwijl je de liezen laat rekken door de zwaartekracht, je voeten eens even aandacht geven. Die jou altijd overal mee naartoe nemen en dragen. Dus wat je kan doen is, met je duimen, Die pees, die zool, die voetzool is rustig gaan masseren. Dus ik ga stuk voor stukje de binnenrand van die zool, de pees, ga ik masseren. Beetje voor beetje loop ik dan van de basis van mijn grote teen naar het midden van die voet, naar achter. Je zal vanzelf voelen waar er wellicht wat gevoeligere plekken zitten. Nou, als je ook meer de Oosterse wijsheden meepakt, de meridianen en de voedsel, die staat ook voor het lijf. En elk stukje staat weer voor een deel in dat lijf. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik vind het wel een heel mooie holistische kijk erop. En volgens mij klopt het ook onwijs. Want alles zit natuurlijk aan elkaar verbonden. En daarom ga ik heel regelmatig met de tennisbal mijn voetzolen masseren. Dus die tennisbal op de grond. En dan doe ik eerst één voet. Dan rol ik er helemaal overheen. En dat is echt zo fijn. Want dat maakt eigenlijk de zenuwuiteinden wakker, alert. Betere doorbloeding daarvan. Je zenuwstelsel die voert. Er zijn natuurlijk ook je signalen. En die. Als die verbinding goed zit.
Dan heb je vanzelf ook veel meer controle en regulatie ook. Op je lijf, stress, ontspanning. Dus pak al die delen waarvan je merkt dat ze wat gevoelig zijn. En dan ga je daar zo met je duim dwars overheen. Nou, heb ik ook massage gedaan. Als je dwars over je spier gaat, dan is dat pijndempend. Ga je er in de lengte overheen, dan is dat ontspannend. Dus met wat je wilt. Oké, okay. Ondertussen zijn die Lize lekker langer aan het worden, terwijl jij alleen maar een beetje hoeft te focussen op je voeten. Oké, okay. Van hieruit laat je je prachtige voeten voor wat ze zijn. Leg je handen op je knieën. Breng je schouders omhoog, inademend, uitademend, laat je los. Inademend op. Uitademend terug. Inhoud op. Schouders ook op en laat ze zakken vallen waar ze nu uitkomen. Uiteindelijk maak je een bolle rug. Desnoods kan je ook je handen weer om je voeten heen brengen, zodat je een wat grotere rek ook bij je schouders krijgt. Inademend. Borst ging naar voren. Uitademend. Bolle rug. Kin op de borst. Inademend. Uitademend. Voel waar je wellicht wat meer ruimte kan gebruiken. Misschien voel je ineens je nek wat meer of ergens iets in je rug. Dat is helemaal oké, hè? Maar dan weet je dat je daar wat mee kan doen. Dus wat aandacht aan geven. Kom rustig terug naar het midden. Inademend, beide handen op, schouders lage, ellebogen gebogen. Dan breng jezelf schuin naar de rechterkant. Blijf op beide zitpotten, want dat is je basis. Daar zit je stabiel op. Ga niet wankelen op één pil. Schouders laag. Strek de zijkant. En adem naar de linkerkant. En voel of je daar meer ruimte kan krijgen. Vloeiend naar de andere kant. Beide zitpotjes. Schouders laag. En hou jezelf in het midden. Alsof er twee muren zijn. Dus je kan alleen maar naar de zijkant. Er kunnen mensen in mijn huis kijken. Vanaf een balkon. Strek jezelf. Nou, misschien gaan ze ook wel lekker meedoen. Oh. Wat ik ook een hele mooie vind, jongens, voor vandaag om met de yoga mee af te sluiten, blijf trouwens doorgaan, is ook met de zenuwuiteindes en bijvoorbeeld pijn. Handbad. Pijn is niet iets slechts, hè. Het is eigenlijk een indicator voor dat we leven, dat we voelen. Dat er een plek is waar er aandacht voor nodig is. Om daar even bij te zijn. Beide handen naar voren en loop rustig naar voren toe. Ga zo ver als jij kan. Zonder dat het pijn gaat doen of geforceerd voelt. En pijn geeft ook aan, ja, kijk, je hebt fysieke pijn en emotionele pijn. Het is juist dan het idee dat je daar even naartoe gaat, aandacht aan geeft. En kijkt wat er nodig is. Wat geeft die pijn aan? Wat is er nodig? En wat kan jij jezelf daarvoor geven? Eigenlijk een mooie ingang naar self-awareness. Loop naar de rechterzijkant. En stretch jezelf op deze andere manier.
Bovenlijf, schouders nog steeds laag, ellebogen lichtjes gebogen. Je nek is lekker ontspannen. Dus kijk en zoek naar een richting op wat voor jouw nek fijn voelt. Is het niet prettig voor je knieën? Ik begin hem nu namelijk ook te voelen. Kom wat meer terug omhoog lopen, dan is die druk, de rek wat minder groot. En loop je door naar de andere kant. Alsnog merk je het dan nog steeds. Knieën lekker losschudden door je benen naar voren toe te leggen. En in lang zit verder te gaan. Hierbij is constant weer. Luister naar je lijf. Luister maar waar er wat opkomt en wat je lijf eigenlijk zegt. Al die signalen, die betekenen wat. Hoe klein ook. Je lijf weet donders goed wat er is, wat jij wilt. Wat goed voor je is, wat niet zo goed voor je is. Kom rustig terug omhoog. Kan ook even wennen zijn, hè, bij je spieren. Ik hou het de ene keer ook wat langer vol dan de andere keer. It's fine. It's totally fine. Schatje. Benen lekker los. En we eindigen met een twist. Super fijn, ook weer voor je bovenlijf. Ja, perfect. Linkbeen, hou je op de grond, rechts, naar je toe. Of je blijft zo, of je zet hem er overheen. Linkerhand, omhelst die rechterknie. En je draait met lengte omhoog, naar de rechterkant toe. Ik zeg omhelzen, omdat dan het fijner is voor je linkerschouder om laag te blijven. Ook hier, bij twist, je hoeft echt niet ver te draaien, mensen. Helemaal als je blessures hebt gehad in je eigen bovenlijf. Draai niet ver. Nee, draai gewoon zo op het moment dat het fijn genoeg voelt. Ben je nou heel lenig? Dat herken ik. Dan wil je die rek echt opzoeken. En het kan zijn dat je alsnog zo ver gaat dat het niet fijn is voor die spieren. Dat. Draai rustig met controle. En hou lengte omhoog. Die andere hand zet je achter je neer. Maar ga er niet op leunen. Jij houdt jezelf actief omhoog. Kruin naar het plafond. Je liggende been is ook actief. Je duwt je hiel van je af. Je flext je voet. Zodat je ook daar actief je been inzet bij deze houding. Om je daarin te houden en te ondersteunen. Een diepe ademhaling hier, schouders laag, je nek slaan. Draai rustig weer terug naar het midden. Wissel dan van kant. Rechts leg je neer, ietsje naar het midden toe. Links pak je vast. Die hou je hier of die zet je er overheen. En met je rechterarm omhelst je je linkerknie. Omhoog reikend met je lijf. Draai dan een stukje aan de linkerkant. En voor jouw eigen lijf weet jij precies hoe ver je draait. Je weet zelf het allerbeste. Je schouders blijven laag en je nek is lang. Dus je kin is in. Ook hierbij merk op dat je niet hoeft te leunen op die achterste hand. Omdat je jezelf actief omhoog houdt. Maak jezelf maar lang. En adem is in deze houding. Dan maak je ook weer ruimte op andere plekken. Ga naar je ademhaling zodra je merkt dat je wat af begint te dwalen. Want daardoor ben je ook niet meer bewust bezig met de beweging. Laatste keer diep in- en uitademend in deze houding. Draai je rustig terug naar het midden toe. Schud je been uit. Flex je voeten. Inademend eindigen we dan rustig naar voren reikend. Rol jezelf terug op. Inademend. Rijker naar voren.
En hierbij hou je de handen ergens bij je knieën. Je gaat niet naar voren, die voeten geforceerd vastpakken en je bovenlijf naar die tenen toe duwen. Handen lekker naast je knieën. En haal het maar uit je eigen actieve core werk. Door je navel ribben wat meer in te rollen. Je benen actief. Hielen van je af. Dan ben je zelf actief aan het rekken. Dat is ook het fijnste en veiligste voor je spieren. Schouders laag. Dus voor mij gaat het erom dat je simpelweg het verschil leert voelen en leert toepassen. Diep. In en uit. Hol rustig op. Neem even een moment om even na te voelen, even stil te zijn in jezelf. Kan je ogen dicht doen, je handen op je benen. Ook hierbij, zodra je merkt dat je weg begint te dwalen, meteen naar je ademhaling toe. Want zo oefen je jezelf om in het nu te blijven. Dus dat is helemaal niet erg, hè? Ga jezelf niet daarvoor streng aanpakken. Het is echt niet erg. Ik deed het vroeger zoveel. Gewoon lekker weg te dwalen. En ik was weer ergens naar buiten aan het staren. Maar dat zorgt er ook voor dat je ademhaling veel minder diep gaat en wat oppervlakkiger blijft. Dus draai weer lekker diep, gaat inademen. Ben je meteen weer in je lijf. Oké. Open je ogen als je dat nog niet gedaan had. Handen tegen elkaar aan. Voor je hart. En dan dank ik jou voor je aandacht en de tijd die je aan jezelf geeft. En dat je deze video wellicht wel liked. Hey. Herhaal hem vooral. Namaste. En ik zie jullie morgen. Lekker beginnen met Pilates. En dan afsluiten met de yoga. Morgen is in het Engels. En dan, I thank you so. En ik wens je een hele supergoeie dag. Kijk wie er meer zijn. Ja, Steve, alsjeblieft, hè. Nice. Leuk dat jullie er zijn. Een vaste clubpie. Oké, jongens, ik ga deze stream lekker eindigen. Thanks a lot. Ik zie jullie morgen 9 uur op YouTube. Bye.